Dit is Papa Alfa Noel Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 19 juli 2016. Dus het bulletin van dinsdag. In deze uitzending morsen en een SSTV plaatje. Dat laatste is voor één keer in PD120. Dat duurt wat langer, maar het is nodig omdat anders alle tekst in de afbeelding niet goed te lezen is. De SSTV beelden kun je overigens ontvangen door gewoon de microfoon van de smartphone voor de ontvanger luidspreker te houden. En dat kan dan met de app Robot36 voor Android en met de app CQSSTV voor iOS. Beide zijn in de betreffende appstores te krijgen. De ATV-uitzending bij de ballonvossenjacht in september zal dit jaar voor het eerst op 23 centimeter plaatsvinden. In eerdere jaren was dat steeds op 13 centimeter, maar nu die band meer en meer geplaagd wordt door diverse zendbeperkingen, heeft het team besloten om naar een lagere amateurband uit te wijken. Ja, en er is nog meer stratosfeerballon nieuws. Vandaag is er een nieuw hoogterecord gebroken met een dergelijke ballon. De ballon nabij Peterborough in Engeland met 10 milliwatt op 70 centimeter bereikte daar vanochtend een hoogte van 45,003 kilometer. Niet dat het een wedstrijd betreft, maar de ballon van de ballonvossenjacht knapt, als ik me niet vergis, gewoonlijk ergens tussen de 32 en de 35 kilometer hoogte. In de SSTV-uitzending van vandaag een kaartje met daarin de gegevens van de vlucht van deze recordballon. Hans PA0EHG mailde me over de VHF, UHF, SHF Week Signal dag. Het duurt nog even, maar die wordt gehouden op zaterdag 17 september bij Astron in Dwingelo. De VHF, UHF, SHF Week Signal dag is bedoeld voor alle Week Signal amateurs die geïnteresseerd zijn in deze banden. Naast een aantal lezingen is er ook een discussie gepland om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over hoe de activiteit op de banden kunnen worden gestimuleerd. Ondanks dat deze dag pas nu wordt aangekondigd, hoopt de organisatie toch op een ruime deelname van de VHF, UHF en SHF amateurs die interesse hebben in de X'en, EME, Tropo en of vliegtuigsketter, zelfbouw en propagatieonderzoek. Later deze week zal nog aanvullende informatie bekend worden gemaakt, waaronder het programma van deze dag. In Engeland rondom de Plaza Reading zit trouwens een lokale amateurvereniging, RADARC, zeg je Radark, ik geloof het wel, die geregeld op 2 meter SSBQFV zijn. Deze informatie kwam via Michiel, Mike 0, Mike Papa Mike, die geregeld op deze repeater zit en die zelf ook lid is van deze club. Het gaat dus om 2 meter SSB vanuit Engeland. In deel 11 van de serie over digitale modus gaan we verder waar we gisteren zijn gebleven bij RTTY, de aloude telex. Gisteren ging het over de Baudot-code. Omdat je niet van hoofd- of kleine letters kunt wisselen bij dit soort machines, schreven de meeste Europese telexmachines alleen in kleine letters. Amerikaanse telexen die schreven vaak met hoofdletters. Niet dat dat enig verschil in het eindresultaat maakt, het blijft natuurlijk wel dezelfde tekst. Telex verschilt overigens niet van morsen voor wat betreft het sleutelen van het audio. Toch wordt telex doorgaans anders gemodelleerd dan bij morsen, al werkt het wel als je het op de morsen manier uitzendt, wanneer je tenminste wat aan je telexmodem verandert. Bij morsen staat de zender alleen aan als de sleutel wordt ingedrukt. RTTY werkt echter met FSK, Frequency Shift Keying. Dat betekent dat je bij sleutel neer op de ene frequentie uitzendt en bij de sleutel omhoog op de andere. De rustfrequentie die wordt gewoonlijk bij RTTY Mark genoemd en de geactiveerde frequentie, zeg maar sleutel neer, die heet bij RTTY Space. De reden dat dit gebeurt is dat een mens bij morsen direct hoort dat een storing is. Een modem heeft veel meer moeite om vast te stellen of een gekraak of een verder stille band wel of niet een toontje betreft. Om die reden zit er dus ook in de pauze een zendsignaal, om achtergrondruis en storingen te kunnen onderscheiden van het gewenste signaal. Het verschil in frequentie tussen Mark en Space wordt verder de shift genoemd, net als bij repeater shift. Veel gebruikt bij amateurs zijn een shift van 170 Hz of van 850 Hz. Die tweede is wat ouderwetser, het is makkelijker om daar filters voor te maken. In de tijd van de mechanische telexmachines moest je overigens, het was tenslotte Koude Oorlog, in Nederland nog een aparte vergunning hebben om zo'n apparaat te mogen bezitten. Ook luisteramateurs moesten zo'n vergunning hebben, die kostte een schappelijk bedrag van €15. Die vergunningen verdwenen met de introductie van de computerprinter. Een computerprinter was voor de wet niet anders dan een telex, maar het zou natuurlijk raar geweest zijn om daar vergunningen voor verplicht te stellen. Professioneel telexverkeer werkte overigens vaak met een snelheid van 50 baud. Omdat je eigenlijk de professionele berichten niet moest meeschrijven, gebruikten de amateurs heel netjes een snelheid van 45,45 baud. Dat kon in het ene geval door de snelheidsbegrenzing van de telexmotor wat anders af te stellen, in het andere geval was er een ander tandwiel nodig. Als je telex op 45,45 stond, dan kon je het professionele verkeer op 50 baud niet meeschrijven. Andersom ging echter wel. Als je telexmachine op 50 baud stond, dan schreef hij de amateurs op 45,45 baud wel mee.
Als je dus luisteraar was, dan kon je overwegen om de machine op 50 bout te laten staan. Als je echter ook zond, dan kon een deel van de amateurs je signaal op 50 bout niet lezen. Ook daar was overigens een trucje voor. Ik regelde zelf bijvoorbeeld mijn vooroorlogse Siemens T37 telexmachine af, precies tussen 45.45 en 50 bout in. Dan werkt het gewoonlijk voor beide. Trouwens, PA9JOO mailde mij nog met wetenschappelijke onderbouwing dat morsen wel degelijk een digitale mode is. Overigens is een Ellery Queen schrijfmachine dus ook een digitaal apparaat. Vanavond vanaf 20:30 is de D-Star-ronde op XRF088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en ook terugluisteren via de website van Frans, PD4 Fox Mike Juliet. De website van Frans is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken. Overigens iedereen die vandaag info voor de uitzending stuurde, hartstikke bedankt hiervoor. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartjexdv.me.